Ja, en tot slot nog iets heel anders. Het komt er regelmatig voor dat er een hennepkwekerij wordt gevonden in een woning. Nou, het is niet alleen strafbaar, maar ook hartstikke gevaarlijk, omdat er vaak geknoeid is met de elektriciteit. Om de hennepteelt beter aan te kunnen pakken, is er sinds begin september een speciaal hennepteam bij de Haagse politie. Chantal. Dat klopt. En dat team dat richt zich speciaal op de werkgebieden van de bureaus Berensteinlaan, Zuiderpark, Laak en Ypenburg, Leidseveen. Omdat daar relatief gezien de meeste hennepkwekerijen worden opgerold. En de agenten van het team houden zich alleen maar bezig met hennepkwekerijen. Dat wat normaal gesproken tussen de surveillance diensten door moet gebeuren. En we verwachten dat we door deze aanpak nog meer hennepkwekerijen op kunnen gaan rollen. Alleen al in september werden er door dit team 16 hennepkwekerijen opgerold. En dat is natuurlijk een hoopvol start van deze actie. Ja. Het TV West Nieuws maakte eerder een reportage over dat hennepteam. Hoofdagente Ashley gaat vandaag voor het eerst de straat op met haar collega's van het hennepteam. Op basis van anonieme tips heeft ze een lijstje van 9 adressen waar ze langs kan. De eerste 2 tips die lopen op niets uit, maar de derde die is raak. Je ziet heel duidelijk dat bij het dakraam wat open staat dat daar warmte uitkomt. Dat is afwijkend met de rest. Daarnaast stonden wij bij de buurman in de tuin. Nou, de hennepgeur die komt je tegemoet. Je ruikt het heel sterk en het is ook niet de lucht van een blow. Maar echt een zoete geur van hennep wat je ruikt. En dat is genoeg reden om naar binnen te gaan. Nee, nu! Open doen! Goedendag, politie. Maak jezelf kenbaar, politie! Politie, kom tevoorschijn! Er werd niet op gereageerd, maar we hoorden wel gestommel boven. Dus we wisten wel dat er iemand nog zat boven. Alleen ja, dan is het de vraag, wat ga je aantreffen en waar? Dus dan wordt het even zoeken. Er worden 2 mensen aangehouden. De vrouw die deed voor onze deur open. En de man die trof ik hier aan in een slaapkamertje onder een bureautje weggefrommeld. De tip die blijkt te kloppen. In het huis zit een flinke hennepkwekerij. Het zijn 2 verdiepingen. Op iedere verdieping staat een henneptent. En die staat vol met planten. En die staan in de toppen al. Dus. De planten waren dus bijna klaar om geoogst te worden. En dan, dan ruik je niks in principe. Behalve hennep wordt er ruim 5000 euro aan cash gevonden. Ja. En het team zoekt ook naar andere dingen. Indicaties voor eerdere oogsten. Nou, dit is er eentje. Het is helemaal bevuild. Er is al eerder mee geknipt, dus. De lamp op de trap die was ook al gebruikt. Ashley schat dat er in dit huis een paar 100 planten staan. En die kunnen zomaar 10.000 euro's opleveren. Als ik het gauw bekijk, staat er 1 plant per pot. Dus, Ondertussen gaat hier het licht uit. Ja, de collega's van Stenen zijn beneden bezig met stroom af te halen. Wat ik al zei. Voor het gevaar. En ik hoorde iets over dat het onderaan de bekabeling was gerotzooid. Dus dat het extra gevaarlijk is. Dus ik ben blij dat we hier tot naar binnen zijn gegaan. Want de kans dat dit in de brand vliegt is natuurlijk groot. Tja, dat was een mooie vangst. Duidelijk een professionele kwekerij. Het komt helaas voor dat mensen worden geronseld om hun huis beschikbaar te stellen voor een hennepkwekerij. Zonder dat ze zelf betrokken zijn bij die daadwerkelijke kweek. Ja, en dan ben je net zo strafbaar als de kwekers zelf. Je zou het zo kunnen zien als iemand bijvoorbeeld schulden heeft bij een vriend of kennis. Heeft een mooi huis, maar een kamer die hij niet gebruikt. Dan wordt er wel eens gezegd van... deze kamer is vanaf nu van mij. En daar gaat een slot op. En daar wordt een kwekerij in geplaatst. Alleen het vervelende is dat als wij binnenkomen... degene van wie de woning is of die de woning huurt... Ja, die is verantwoordelijk. Ook voor die kamer. Dus diegene die komt alleen maar verder in de problemen. Ja, en veel mensen die denken dat een paar plantjes kweken... voor eigen gebruik gewoon mag. Maar dat is niet zo. Je mag geen enkele hennepplant hebben. Niet 1, niet 2. Veel mensen denken dat je er 5 mag. Voor eigen gebruik op je balkon. Nou, dat mag ook niet. Als wij dat... kijk, wij maken er geen jacht op of zo. Maar als wij die meldingen krijgen... en dat zijn vaak mensen die klagen over stankoverlast. Nou, als wij daar komen en wij treffen inderdaad 4 planten of 5 planten aan op een balkon... dan vragen wij of mensen er afstand van doen. En doen zij dat, dan maken we enkel de registratie over dat wij daar zijn geweest... en die planten hebben weggehaald. Doen mensen dat niet? Die zeggen van nee, het zijn mijn planten en daar blijf je vanaf. Ja, dan nemen wij ze in beslag en maken wij wel een procesverbaal op. Het gevolg is wel dat die dan bij het OM geseponeerd wordt. Maar ja, goed, de planten zijn in ieder geval weg. En de mensen die ik geklaagd heb, die
hebben geen stankoverlast meer. Nou, dat weten we dan ook weer. Chantal, nog even tot slot. Als je nou het vermoeden hebt dat je bij jou in de buurt hennep wordt gekweekt door de lucht die je ruikt, wat kan je dan doen? Nou, sowieso bij ons melden, want het is gewoon hartstikke gevaarlijk. Het gebeurt regelmatig dat er brand uitbreekt door een hennepkwekerij. En nou, dat wil je natuurlijk voorkomen in het huis naast je. Mensen kunnen sowieso het 0900-nummer bellen. Of een melding doen bij de wekagent in de wijk waar ze wonen. Of bij Meld Misdaad Anoniem. Wij komen dan natuurlijk altijd even een kijkje nemen. Het kan ook zijn dat er niks aan de hand is. Maar op het moment dat er wel een hennepkwekerij ergens gehouden wordt, dan wordt die natuurlijk ontruimd en gaan we een onderzoek starten. Daarnaast doet het hennepteam zelf ook onderzoek. Maar tips van burgers zijn voor ons van essentieel belang.